Dan zijn we nog even terug. Nanda heeft ondertussen de bloemen allemaal mooi neergelegd. En ze gaat het zo meteen nat maken en nog met de vezels aan de gang. Zelf ben ik ook ondertussen begonnen. Zoals je kan zien heb ik deze kleuren gebruikt. Een beetje de petrol en de zeegroen. En die zitten in mijn kleurenwaaier. Dus ik heb een complementaire kleuren gebruikt. Die mooi bij mijn huid is. En de kleurtjes die mooi bij mijn ogen passen. Dus ik straal straks.